heel. Dat is lekker. Goed zo. Hoe heet de baby? Hele goedemorgen. Hallo, wij zijn de Bellinga's, familievloggers. Leuk dat je erbij bent. Het is maandagmorgen, 7:15. Het gaat een ontbijtje te maken. Vader heeft schooltasje ingepakt en ontbijt maken. Luan is haar aan het kammen. En Lucilla, die is al aan het zingen. Goedemorgen. Gaan we zingen. Mama, een kusje? Ja. Papa is weer op school? Ja. Oh, heb je ook al een tas? Ja. Nee, maar ja, de tas voor Luan. Goed zo. Oh, ze geeft Luan. Kijk, Lu, ze geeft je de tas. Ik kan je niet tillen, hè? Veel te zwaar. Ja. Nog één kus. Papa. Doe. Nou, Luan op school en papa in de sportschool. Oké, het is 8:30. Ik ga trainen. Zie je straks. Nou, ik zie dat ik een hele grote puist hierop heb. Dus let hier niet op. Ja, als ik zeg let hier niet op, letten jullie erop. Maar goed, maakt even niet uit. Ik ben nog in mijn pyjama, want ik sta heel druk te koken in de ochtend. Een beetje gek. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het gewoon gehad. Het gehad van dat ik de hele tijd maar ongezond. Nou, niet ongezond, maar dat ik gewoon niet meer. Ik mis dat gezonde koken weer. Dus ik had heel erg de behoefte om even de keuken in te duiken. Want ik heb al een tijd boerenkool in de koelkast liggen. En dat moet op. Daniel houdt niet zo van boerenkool. Maar goed, ik had het wel in huis gehaald. En het moet echt op. Het is eigenlijk al één dagje over de datum. En het ziet er nog wel goed uit. Dus ik wou het even oppakken. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moest maken. Dus toen was ik aan het oppakken. Gewoon wat ik het dan. Ja, als terwijl ik aan het oppakken ben, ik een idee kreeg. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga spinaziebroodjes. Of nee, geen spinaziebroodjes, maar boerenkoolbroodjes maken. Ik doe het wel eens met spinazie. Maar waarom kan het niet ook met boerenkool? Dus ik heb hier mijn boerenkool opgebakt, zeg maar. En dat is wat geitenkaas had ik nog in de koelkast liggen. En wat gedroogde tomaten in olijfolie. En dit ga ik even oppakken. En dan ga ik even in bladerdeeg. Kijken of ik nog bladerdeeg heb trouwens. Bladerdeeg. Ja, kijk, hier hebben we nog bladerdeeg liggen. Dan ga ik het gewoon in het bladerdeeg doen. En dan in de oven. Hop het op. En dan maak ik hier wat van. En ondertussen heb ik ook dit gemaakt. Dit is couscous met komkommer, paprika, geitenkaas en gedroogde tomaten. Dus als lunch. En ja, dit wil ik dus eigenlijk voor vanavond maken. Maar dat maak ik nu alvast. Nou, en ik ben weer herboren klaar naar het sporten. En ik dacht, laat ik voor Farah even iets leuks halen. Zo af en toe vind ik dat toch leuk om te zeggen, schat, ik hou van jou. Dus ik ga even een plantje voor de kopen. Ik vind deze heel erg schattig voor haar. En dit heeft ook wel iets heel leuks. Kleurtjes. Wat wordt het? Nou, en deze vier worden het. Dat zal haar opvleuren en het huis weer lekker voor de herfst gezellig maken. Oh, in de slag. Oh, en even creatief zijn en dan is dit het resultaat. Eén voor mijn vader en moeder en één voor mijn liefste en de kinderen. Zo, zoals de oma altijd zei, de bloemen houden van mensen. Doedoe. Doedoe. Gauw terug naar huis. Hallo meisjes. Hallo. Hallo. Ik heb een verrassing voor jullie, kom zo naar kijken. Kom eens. Kom eens dan. Ik heb een verrassing voor jullie. Ik heb weer een bloemetje meegenomen. Ik heb iets moois gemaakt. Alsof hij weer wat goed te maken heeft. Oh, wat is het? Oh, hey, kijk eens wat we hebben. Kijk eens. Lucilla heeft twee staartjes. Moet je even goed kijken. Hey, Lucilla heeft twee staartjes. Toen zei ze, mama ook, mama ook. Dus. Wat leuk. Hebben we allebei twee staartjes. En dan had ik zoveel van mijn meisjes. Hè? Heeft papa dit? Oh. Van jullie meegenomen. Dat is mooi. Ik denk dat kleurt het wel een huis. Mooie bloembonnetjes. Ja. Mooie bloemballetjes. Alsjeblieft, prinsesjes. Zullen we die even openmaken? Papa, love you. Dankjewel, papa. Alsjeblieft, prinsesjes. Mooi, hè? Bloemballetjes. Ga je die goed water geven? Mooi. Ja. Alsjeblieft, prinsesjes. Wauw, mooie ballon. Nou, ik heb een beetje iets stoms gedaan. Ik dacht, ik maak die boerenkool, maak ik van die broodjes van. Ja. Oh, zo, mooi. En dat bladerdeeg, dat was nog hard. Dus ik dacht, ik laat eventjes hier op het aanrecht liggen. Dan kan het ontdooien. Maar ik ben best wel lang boven geweest. En nu moet je kijken. Nu zit het helemaal vastgeplakt op het aanrechtblad. Dus nu kan ik hier dus niks meer mee. Mama, Ja. Wauw, heb je mama's tekening eraf gehaald?
Ja. Mooi hoor. Nou, ik heb er nog enigszins wat van kunnen maken. De bladerdeeg is niet helemaal goed meer, maar ik ga het gewoon in de oven zetten. En we zien wel hoe het eruit komt. Nou, Daniel, ik heb de couscous die ik vanochtend al had gemaakt. Wat een verrassing. Wat is er? Wat is er? Oh, havermoutpap. Ja, deze had jij vanochtend nog niet opgegeten. Wil je die nog hebben? Nee. Nee? Plak je een ontbijtkoek? Ja. Och, dupje toch. Bedankt voor de lekkere lunch. En de gezelligheid. Papa gaat eventjes hier zwijgen. Op zolder. Tot straks. Gaan we lekker spelen samen? Lucilla. Heb je alle cakevormpjes uit de bak gehaald? Oh, 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 oh. Nou, de boerenkoolbroodjes die zitten in de oven. Die zijn bijna klaar. Ik ben benieuwd of dat wat wordt. Dan hebben we dat zo. Nee, is heet hoor. Is heet. Zo. En ik ben weer even een boodschappenlijstje aan het maken. Want we gaan zo weer boodschappen doen. En ik heb heel groot fruit en groente bovenaan geschreven. Want ik heb net weer even een boek zitten lezen. En in dat boek kwam weer naar voren hoe slecht vlees eigenlijk wel niet voor je is. Omdat daar heel veel, ik weet niet hoe. Ze beschreven het zo, de koeien, die, bijvoorbeeld de koeien, die naar... Oh. Ze beschreven het zo in het boek, de koeien die in de vrachtauto's naar de slacht worden gebracht, die krijgen heel veel adrenaline of zo in hun vlees, of door hun bloed heen, of door hun lichaam heen, omdat ze weten dat er waarschijnlijk iets ergs gaat gebeuren, en op dat moment wordt het dier ook geslacht. En dat, die angst, die zit in dat vlees. En uiteindelijk eten wij dat. Dat was een van de dingen waar de vlees heel ongezond zou zijn. En het zette me nu toch weer aan het denken, want we hebben wel vaker het voornemen gedaan om minder vlees te eten. En dan moet ik zeggen dat we ook wel minder vlees eten ten opzichte van voorheen, want toen aten we echt dagelijks vlees. En nu heb ik ook regelmatig dat ik vlees weglaat en gewoon extra ei toevoeg. Maar nog, we eten wel nog steeds vlees en ik heb vorige week weer heel veel vlees ingekocht, want de vriezer was leeg. Maar ja, nou heb ik dus dat stuk gelezen en nou voel ik me weer heel erg schuldig over dat ik die vriezers vol heb liggen met vlees. En nu heb ik eigenlijk helemaal geen zin meer om vlees te eten. Doet toch wat met mij, merk ik. En dat het eigenlijk veel beter is om gewoon heel veel groente en heel veel fruit te eten. Wat ik eigenlijk ook al wel weet, maar dat het een beetje verstomst is. Maar de neus werd weer echt even op de feiten gedrukt net bij mij. Dus we gaan zo weer boodschappen doen en ik ga geen vlees kopen. Ik ga alleen maar groente en fruit kopen. En ik wil weer eventjes wat meer aandacht op het gezonde doen. Want ik merk gewoon dat ik dat echt nu weer nodig heb. En ik heb het al vaker verteld in vlogs en zo, dat... Ik ben ook maar een mens en wij hebben ook pieken en dalen. En op dit moment zaten we een beetje in zo'n dal wat gezond leven betreft. Ik heb ook weer die stomme, vieze M&M's gekocht vorige week. Nou, die heb ik ook in 2 keer of zo opgegeten. En dan voelde ik me daarna ook weer echt vies. En ik kreeg buikpijn. Ik kreeg meteen buikpijn na het eten van die vieze pinda M&M's. En dat is meteen weer een teken van je lichaam. Zo goed werkt je lichaam. Van dit is niet goed. Dit is geen goed voedsel. Want ik kreeg meteen... Toen ik het schaaltje op had, kreeg ik meteen buikpijn en hoofdpijn. En voelde ik meteen weer schuldig van, oh, ik had het niet moeten eten. Ik had beter een bakje pistachenootjes kunnen eten, bij wijze van, dan die vieze chocolade M&M's. Maar ja, ik heb echt weer even de focus nodig om op het gezonde te richten. Waardoor ik me ook weer wat lekkerder en wat gezonder voel. Want ik merk echt, vandaar ook dat ik de laatste tijd overal weer die pukkels heb. Want dat is gewoon ook weer een teken van dat ik ongezond, te ongezond eet. Dus weer even terug naar de basis, terug naar de veel groentes en veel fruit en lekker water drinken en dat soort dingetjes allemaal. Dus deze boodschappen worden weer enigszins gezonde boodschappen. Ik denk niet dat ik de shoplog op ga nemen trouwens voor deze boodschappen, want hierna gaan we meteen door naar opa en oma en dan is het avond en als we thuis komen is het avond. Dus dan ga ik niet nog een keer een boodschappen shoplog opnemen. Maar vast wel weer een volgende keer. Maar goed, ik wilde jullie wel eventjes op de hoogte houden, van updated houden, van dat ik ook wel eens mijn momenten heb en dat ik gewoon weer even echt... er tegenaan wil gaan met het gezonde voornemen. Want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Doeg. Doeg. Kleine Lucilla die zit hier in de uienbak. Als jullie afvragen wat heeft ze op haar wang. Dat heeft ze sinds gisteren. Waarschijnlijk heeft ze gewoon met haar nageltjes die iets te lang waren. Haar gekrapt. Dus niks ergs. Niks ergs. Moet hij nog een keer nieuw? Ja. Het is lekker. Papa.
Lucilla, hoe heet de baby? Hoe? 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 Betekent dat aap? Ja. Wat ga je doen met de baby? Moet even slapen. Ja. Ja? Wat ga je doen met de baby? Pap. Hier een bedje gemaakt. Ja. Oh, wat een mooi bedje. Dat is een mooi bedje. Slaap, aapje, slaap. Daarbuiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, aapje, slaap. Daarbuiten loopt een schaap. Kijk je een lekker tomaatje? Dit op Pipo kijken. Moet je kijken hoe vet mooi weer het is vandaag buiten. Heerlijke herfstdag. De tomaatjes is niet heel veel meer. Deze zijn ook uitgebloeid. En een paar van jullie zeiden onder de video dat hier zaadjes in zitten voor volgend jaar. Dus ik ga eens even kijken wat ik hiervan kan maken. Of ik hier inderdaad zaadjes uit kan halen. Zodat we volgend jaar weer mooie zonnebloemen hebben. En dit zijn aardbeienplantjes. Maar dat is dit jaar nog niet zo heel veel geweest. Hopelijk dat het volgend jaar heel veel aardbeidjes gaat geven. Maar het is een heerlijk weertje. Nou, ik heb zo'n oude zonnebloem even afgeknipt. Die kop ervan. En inderdaad, als je hier goed kijkt, zie je hier dus echt zonnebloempitjes zitten. Die ga ik eruit halen. Kijk hoor. Kijk, dit is gewoon serieuze zonnebloempit. Dat heb ik nog nooit geweten, jongens. Gek, hè? Kijk, dit is gewoon een zonnebloempit. Ik weet niet of je die ook kan eten, maar ik bewaar in ieder geval wat voor volgend jaar, zodat we weer zonnebloemen kunnen planten. Zo, lekker weer buiten. Hé? Hey. Ja. Lekker weer, Lucille. Ja, je molentje draait door de wind. Dat is mooi. Maar die kan je niet pakken. Kan je net niet bij, schatje? Leuk die staartjes, Lucilla. Je hebt leuke staartjes in je haar. Ja, en mama ook, hè? Oh, allemaal zonnebloempitten. Kijk, je kunt ze zelfs openmaken. Ik heb hem nou open gemaakt. En dan kun je de pitje eruit wippen. Mama! Lekker weer een pitje. Ja. Opeten! Kijk, en dit was onze grootste zonnebloem. Deze hele dikkert. Die ga ik eens even kijken of ik het kan doorknippen. Hoe groot dit is en die zitten allemaal pitjes in. Dit is een pitje. Oh. Leuk hè? Mooi hè? Ja. Ja, maar de pitjes even uithalen. Daar zitten de laatste bijtjes die nog naar de honing zoeken voor de winter begint. Het is wel een lastig werkje om ze eruit te krijgen. En hierbij eet ik het laatste tomaatje op van ons eigen tuintje. Super smaakvol. Nou, dit zijn trouwens mijn boerenkoolbroodjes geworden. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat het niet echt lukt met boerenkool. Want als ik zo kijk, ziet het er een beetje verpulperd uit. Ja! Wat is er? Wat is er? Ben je nat? Oh, oh. Mama, doekje pakken? Nou, we gaan zo naar opa en oma toe. Eerst Luan ophalen, dan boodschappen doen en dan naar opa en oma toe. En ik proef nog even snel mijn boerenkoolbroodjes. Ik ben niet 100% tevreden met hoe het smaakt.
Maar het smaakt, dus je kunt het eten. Dus ik dacht, aangezien we vanavond bij opa en oma eten en ik dit dus eigenlijk een soort van voor niks heb gemaakt voor vanavond, dacht ik, ik neem het gewoon mee naar opa en oma. Kunnen we het daar op eten. En ik heb even wat zonnebloempitjes in een zakje gedaan voor bij opa en oma. Misschien vinden hun het ook leuk voor volgend jaar van de tuin. Dus onderweg eet ik even deze op. Dit gaat mee. En dan gaan we snel Luan ophalen. Het is alweer bijna tijd. Boodschappen doen en naar opa en oma. Zijn we allebei aan het vloggen? Ja, ik hoor jou ook al. We zijn er samen weer aan het vloggen. Zijn we allebei aan het vloggen? Ja, dan kijken we lekker weer in het vlog. Hey, ik heb de kussens eruit gehaald, maar het is gewoon hier nog bikini. Het is super lekker weer. Hallo, wat is dat hier aan? Nou, lekker. Oh, ja, ben je er een? Oh, wat wil jij? Aspiratie. Beste klant, kassa 6 gaat voor u open. Dit is een pinkassa. Een lekker schaaltje peertje. Kijk eens. Net zoals lekkere bananas. Nou, en het winkelwagentje is alweer bijna vol. We zitten helemaal ingepakt. Ja, de boodschap. En nou, laden maar. Nou, en we zijn bij opa en oma aangekomen. Mama. Ja, en je een mooie tekening gemaakt, hè? Ja. Is die over, opa? En dan. Is die over? En opa is weer thuis. Ja, die is tegenwoordig. Oh, mooi. Jongen, jongen, kijk eens. Ja, en we hebben ook nog iets voor jullie als dank voor de camper. En ook natuurlijk dat je weer veilig thuis bent. Alsjeblieft. Nee, die boeren. Opa en oma hebben weer Duplo. En we gaan even lekker een hapje eten van oma. Wat eten we vanavond, mama? Hutspot, oma's hutspot. Oma Hans, dat is Jan. In de vlog, hè? Papa is weer thuis. Zullen we dat doen, hè? Nou, we zitten inmiddels weer in de auto op weg naar huis. Leuk dat je er weer bij was. Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doeg! Bedankt! Maak een duimpje. Wat mooi daar! Een duimpje. Wat ga je met je laarsjes aan doen? Ik ben niet zo goed als jij. Dan kan ik een beetje zo. Dat is mooi. Past dat al, Lucilla? Past dat al? Ja! Yeah. Maar is de andere voet, hè? Ja. Dat maakt niet uit. Ja. Kom maar. Nee, hier. Ben je mee eens hier? Hé, ben je mee eens hier? Ja. Kijk, we hebben nog een cadeautje voor jou, daar je mee. Oh.